Ik vind jou niks. Ik vind jou niks. Je bent walgelijk. Kijk hoe walgelijk je bent. Nou, daar zijn we dan weer. We zijn weer bij de babi. We zijn weer bij de babi. We zijn weer bij het weesje. Ja, je bent wel mijn weesje. Wat wil je doen? Tegen je ouders vertellen? Niet huilen. Weet je wat? Ik plaats je weer eventjes in je stoel. Kap met huilen. Niet zo sad kijken. Kap met huilen. We spelen vandaag weer een baby in yellow. Er is een nieuwe update. Bedtime stories. We zijn dus beland bij nacht 1. Voed de baby. Haal het flesje uit de koelkast. Nou, dat voel ik wel. Voel jij dat ook, baby? Hey, willen jullie dit vaker? Druk op het duimpje omhoog. Abonneer en laat achter in de reactie. Hoe gaan we deze baby noemen? Wat is dit trouwens? Oh, ik moet nog 5 zielen hebben om de doctor gift te unlocken. Yo, dat wil ik. Waarom kijk ik zo zielig? Shut up! Ik mag je niet. Hier. Ja, neem een basketbal. Hier. Hier, neem een basketbal. Kap met huilen. Ik vind hem nu al zo irritant. De bedoeling is dus, wij gaan hem een flesje geven. Weet je wat? We geven het flesje aan de baby. En hij is meteen blij en zet meteen alles onder te schijten. Yo, je weet wat ik moet doen, hè? Je weet wat ik doe met baby's die alles onder poepen. Ja, kijk nog maar blij. Gelukkig vindt hij het nog steeds erg leuk. Dus wanneer hebben ze eten in de koelkast, oké? Maar baby, ik ga je wel even verschonen. Want we moeten zo zien een ander luier op je pompen. Maar eerst moet ik even dit doen. Plaats je hierop. En we pakken even een la... Dit is de reden waarom ik hem niet mag, hè? Waar ben je? Ik vind je nu al zo irritant hier. Poddenluier. Waarom kijk je blij? Je weet wat ik met blije kinderen doe, hè? Gooi je baby in bed. Nou, ik ga je sowieso... Oeh, ik zie daar voetstapjes. Is het een clue? Een blue clue? Een blue... Yo, het gaat hier wel naar boven, zo te zien. Een wasmachine, yo. Kan ik jou erin gooien? Oh god. Oh nee, dat kan oprecht gewoon. you okay, baby? Ja, hij is duizig. Dit is zo terecht, maatje. Ga je overgeven? Dat met huilen! Ik gooi jou eerst even in bed zo. Boom! Vind een boek en ga zitten. Yo, dat is nieuw. Yo, dat is nieuw. Lig je lekker. Waarom heb je een pleister op je knie? Is dat mijn schuld? Hey, ik wil even kijken wat we hierboven kunnen vinden namelijk. Hallo? Sleutel naar geheim. Oeh. Ja, laten we dit even pakken. Daar staat voor een sleutel in. Wat? De clue, de blue clue. Zegt dat we hier naar boven moeten. Oké, laten we even het slot eraf. Oké, ja, dit voel ik. Waarom is alles hier in één keer zo... duister? Oh god. Ja, dit vind ik echt helemaal niks. Wat de hel? Look closer? Kijk dichterbij. Ik zie hier een katje. Hallo? Ik moet nog steeds bij nacht 1. Vind een boek en ga zitten. Nee, ik ben in één keer in the middle of nowhere, joh. Waar ben ik? Zien hier een kat. Hey. En de kat is gone. De Black Cat Approach, wat? Komt in 2022. Krijgen we een verhaal over een zwarte kat? Yo, die voel ik. Dan is het nu tijd om eindelijk een verhaaltje te pakken. Die ligt nog steeds heel charmant erbij. Ik zie hier een boek. De Prins en de Kat. Laten we gaan zitten en we gaan het voorlezen. Across the shore, in distant lands, with dark stars overhead. The Prince was fast asleep until a cat jumped on his bed. Sprong er maar een kat op mijn bed. I found a secret garden. Said the cat with much delight. Excitedly they ran outside, explorers in the night. Okay, ja, dit voel ik. Ik hoef zelf niet eens wat te zeggen. They walked through the golden garden gate. Look at the pretty trees. They walked along the pretty pebble path. Look at the colorful flowers. They walked past the fabulous flowing fountain. Look at the dancing water. Look, look, look. Dat is een top verhaal. But the prince didn't like the garden. Oh. And started kicking down the trees. Oh, wat een rotprins. He dug up flowers, grabbed the hedges and pulled off all the leaves. He ruined everything for fun. The cat watched on in fear. Is dat de baby? What a mistake I made. The cat cried out. I should never have brought him here. Ja, dat is echt een topverhaal. Oh, dat was een top... Oh, je slaapt nu. Je slaapt nu. Weet je wat ik ga doen? Meer ballonnen. We willen meer ballonnen. Hij is toch nu aan het slapen, dus we kunnen hem gaan pranken. We gaan de baby pranken. Dat krijg je ervan als je zo irritant bent. Waar ben je, baby? Verlaat en doe de deur dicht. Oké. Oh, ga naar beneden, want we moeten zo te zien. Wacht op de ouders. En we mogen tv kijken. Laten we gaan doen. Chillen op de sofa. Wat gaan we kijken? Oh god, zet op...
Hij is weer aan het janken. Hey, Babi. Je weet wat ik met huilende kinderen doe, hè, Babi. De baby is zo te zien verdwenen. Ik vertrouw dit niet, Babi. Ik vertrouw dit niet. Nou, daar hebben we hem, hoor. Je weet wat ik met huilende kinderen doe. Breng de baby naar bed. Nee, ik moet eerst eventjes wat anders doen. Voel een eitkloot, kind. En niet huilen. Kijk eens, blij. Wat zei ik nou over huilende kinderen? Voel de glas scherven. Over je kontje heen. Kat met huilen. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan met de game? Wat heb ik gedaan? Dit gaat helemaal fout. Plaats de perfecte knuffel in de box. Oké, welke was dat? Want we hadden het net over een katje. Dus ik denk dat we het katje erin moeten gooien. Of weet je wat? Ik gooi ze er allemaal in. Schaap. Kat met huilen. Neem de poes. Platen, doe de deur dicht. Hè, kunnen we nu eindelijk chillen? Chill out. Ja, die voel ik. Nacht 2. Oké, nacht 2 voor de baby. Oké, laten we dat eventjes mooi gaan doen. We pakken... Hallo? Waar is het flesje nu, hè? Vind het flesje. Ja, maar waar gaan we nou weer het flesje vinden? Ah, de deur is op slot. Dankjewel, baby. Ik gooi dit straks in je fles. Waar gaan wij nou weer het flesje vinden? Oh, baby krijgt hier zoveel spijt van. Ah, het flesje vliegt. Ja, dat voel ik. Kijk, geef je het flesje hier. En meteen loop je te schijten. Oh, maar we moeten hem zo te zien weer verschonen. En ik gooi hem naartoe. Zo, huppakee. En dan kunnen we nu eindelijk een goede vader zijn trouwens. Catch nappy. Luier. Sinds wanneer heb je ogen? Kom even hier. Is dit echt een ding? Is dit oprecht? Nee, ik ga uit de keuken. Ik vind je zo fucking... Waarom heb je een hoedje op? Ik vind je zo fucking irritant. Kom hier. Nee, kom hier. Ik ga je nu pakken. Oké. We hebben hier zo te zien een speen als er nood is. Nou, er is altijd nood. Maar het zegt dat er geen nood is. Babi. Oh, Babi, waar ben je? Wat kijk je zielig. Je weet wat ik met verdrietige kinderen doe, hè? Kat met huilen. Oh. Waarom werden je ogen in één keer zo weer? Babi, ik vertrouw je niet. Ik vertrouw je niet. Waarschijnlijk moeten we weer een verhaaltje doen, hè? Ja, ik voel het. Ik voel het. Hier, ik voel het. Vind een boek en ga zitten. Oké, ik zag hier namelijk een boekje over een konijntje, dus... When the rabbit came to visit, the prince said time to play. But his big red eyes, they scared her. And she didn't want to stay. Quickly towards the exit, the tiny rabbit hopped. The prince ran right behind her and screamed, "She must be stopped." Die prins is echt weird, dude. Hey, waarom gooi je het boek uit mijn handen? Wat is dit nou weer dan? Laatste goede knuffel in de box. Ik heb dat toch al gedaan. Je hebt toch ogen? Je hebt toch ogen? Through dark corridors he chased her. Hop, hop, hop. Hop. A relentless, futile flight. Hop, hop, hop. Hop. Round and round inside the palace, in and out of space and sight. Hop, 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 hop. Dat is best wel een duister verhaal, though. The prince what the hell? His heart was filled with wrath. The rabbit slipped right out the door and vanished down the path. The prince cried out, "I need new friends. More, now, another." "I'll bring you some, don't worry now," replied his loving, caring mother. Ben je nu aan het slapen? Pick up baby plushie? Ik kan een knuffel kopen. Guys, met de 10.000 likes koop ik dit. Ga weg en doe de deur dicht. Oké, laten we dat eventjes mooi doen. Chill out en kijk tv op de bank. Nee, wat? Dat ga ik ook gewoon doen. Oké, we gaan zitten. Oeh, iemand belt aan. Hallo? Hallo? Wie is daar? Een tosti-apparaat. Yo, gaan we tosti... Die voel ik. Die voel ik. Ik heb zin in een tosti. Eindelijk vrede en kijk tv. We kunnen eindelijk tv kijken. Oh. Nacht 3. We mogen meteen weer chillen op de bar. Oh. Ik hoor meteen al die baby janken op nacht 3. Ga naar boven en zet op baby. Weet je wat? Dat doe ik. Dat doe ik met liefde. Waarom huil je? Je weet wat ik heb gezegd over huilende baby's. Ja, die stop ik in ovens. Vind iets om te eten. Misschien een cheese toasty? Ik heb nu gewoon oprecht zin in een tosti. Ik ben echt de tosti koning. Weer ontplofte daar een eitje. Oeh, augurk op een tosti. Don't judge. Heerlijk. Oh ja, meer kaas. Oh, smelt over mijn lichaam heen. Oh, smeltende kaas. Oeh, ja. Oeh, dat zal glijden. Tijd voor de perfecte tosti ooit. Kom maar.
What the fuck? voed de baby, jij monster. Ik zal je voeden, oké, baby? Ik open de koelkast. En ik zie hier een flesje. Oké, laten we die meenemen. Deur gaat weer dicht. Oh god, waar zijn wij nou weer dan? Niglo? Oh, trappen deze deur. Waarom zijn we hier in één keer? Oh god, de baby is weer aan het janken. Je weet wat ik met janken de baby's doe. Oh, hoe ben je hier beland? Oh my god. Nou, we moeten hem zo te zien weer verschonen hier. En hatsenvlot. Kap met huilen. Oké, tijd om de luier te plaatsen. Ja! Wat de hel was dit nou weer dan? Toys, wat gebeurt hier allemaal? Hey, Babi. wat gebeurt hier? Break the emergency glass of... Oké, wij gaan dat doen. Oeh, ik heb 4 souls nodig om dit te openen. Ik ga het vinden. Ik zal het vinden. Oké, dat was hier... Dat was hier zo te zien te vinden. Oké, sla het kapot. Oké, laten we die speen in zijn mondje stoppen. Waar ben je, Babi? Oh! Wat? Wat was dit nou weer? En je werd gelanceerd. Hey, weet je wat ik met baby's doe? Die slapen. Is hij dood? hij leeft nog hoor. Er zijn geen kinderen vermoord in deze video. Oh. Oh god. Oh nee. Oh nee. Hallo? Ja, de prins en de schaap. Hallo, moet ik weer een boekje voorlezen straks? Oh, dat wil ik niet. Settle, baby. Ik moet je even settelen, baby. Voel dit. Oké, laten we het schaapje in zijn bed plaatsen. Voel je dit? Oké, vind het perfecte boek, Prins en de Schaap. It was cold throughout the palace. Oh my god. The moon shone bright outside. The wind, it blew and blew. Oh no. The curtains flew open wide. Spannend. The little prince was in his bed and couldn't get to sleep. So he called out for his mother, please go and find my sheep. Oh my god. Oh god. I'm thirsty, said the prince. So the sheep fetched a drink. I'm dirty, said the prince. So the sheep changed his clothes. Zijn wij een schaap? I'm tired, said the prince. Let me count you. One, two, three. Oh god. Just one more thing. Said the prince, before I drift to sleep. He opened up his big red eyes. What the hell? And turned to face the sheep. Come join me in my dreams. Stay forever in my head. Oh! Obediently, the sheep stepped forth. Its mind consumed. Oh, this is echt heel weird. This is echt heel weird. Master, what the? Hey, Bobby. Hey, Bobby. You okay, Bobby? Waarom zit je weer op je troon, Bobby? What the hell? Sauron? Good night. Good night, slaap lekker. Ik ga niet meer slapen, joh. Dit was echt fucked up. Vind je zelf zeker heel slim, hè? Maar blijkbaar hebben wij dus zo te zien nog 4 souls nodig om dit te openen. Ik wil weten wat het is. Maar waarschijnlijk moet ik dan een andere storyline doen. Dus laten we eventjes supersnel dit gaan speedrunnen. Dit gaat top worden. En we hebben alles gelokt. Eindelijk. Duurde eventjes. Nu ben ik hier. Oh god. Hey Babi, daar ben ik dan weer. Wat is dit allemaal? Ocean bottles? Wat de hel? Wat doet dit? Hier, neem. Ja, je bent klein. Ik moet eventjes dan wat met jou doen. Ah, klein en lelijk. Klein en lelijk. Voel dit. Is Geel dan hem weer groot maken? Oh, hij vliegt nu. Wat doet rood, jongen?